vandaag gaan we maken. Serundeng is een bijgerecht wat je overal bij kan eten. Je kunt het natuurlijk in de winkel kopen, overal is serundeng te koop. Maar het is natuurlijk lekkerder om het zelf te maken. Wat hebben we nodig om serundeng te maken? Daar hebben we het volgende voor nodig. We hebben nodig 2 salamblaadjes Indonesische laurier. Een halve eetlepel ketumbarzaden. 2 shallotjes of lenteuitjes. Een stukje verse laoswortel. 2 teentjes knoflook. Ongeveer 50 tot 55 gram gemalen kokos. Rauwe pinda's. We hebben nodig gula jawa. We hebben nodig tamarinde. En een beetje zout. En natuurlijk om te maken een watjam. Snijd de lenteuitjes fijn. Snijd de knoflook in kleine stukjes. Allereerst gaan we de ketumbarzaden even roosteren in de watjam. We zetten hem hoog op en we laten het lekker bruin worden. De gegrilde ketumbarzaden doe die even in de chowbek en maak het fijn. Nadat we dat fijn hebben gemaakt, doen we hierbij de knoflook en de lenteuitjes. Doe de lenteuitjes erbij en de knoflook en stamp dat tot een kruidenmengsel in de vijzel, oftewel de chowbek. In de watjam gaan we de rauwe pinda's lekker roosteren tot ze bruin zijn. Fruit het kruidenmengsel van lenteuitjes, knoflook en ketumbarzaden in de pan. Eventjes. Dan gaan we even naar de snijplank terug. De laos, die pletten wij even. En die voegen wij eraan toe. Vervolgens nog wat citroengras, was ik nog even vergeten te vermelden. Citroengras even fijn snijden. En ook dat doen we bij het kruidenmengsel. En we bakken het tot het droog begint te worden. Na even 5 minuten bakken voegen we ook de salambladen eraan toe. En laten dit even lekker meefruiten. Nou weer eventjes bakken. Voegen we een eetlepel, ongeveer een eetlepel, tamarindepasta toe. Een theelepel gulab jawa. We bakken dit even gedurende een minuutje. Bakken we dit eventjes mee. Goed door elkaar mengen natuurlijk. Nu voegen wij de geraspte kokos toe. Een klein beetje zout. En vervolgens ook de geroosterde pinda's die we geroosterd hebben en fijn gemaakt. Ik heb ze even wat fijner gestampt. En we laten dit lekker bakken. Tot de geur lekker vrij komt en alles droog is, alle ingrediënten droog zijn. En nadat alles droog is gebakken, kunnen we uiteindelijk de laos eruit halen. En de salambladen halen we er dan uit. We laten dit heerlijk afkoelen. En als het afgekoeld is, dan kunt u het bijvoorbeeld in tupperware kunt u het doen. Of in ieder geval iets wat u kunt afsluiten, goed kunt afsluiten. En dit kun je gewoon behoorlijke lange tijd bewaren, als het tenminste goed droog is. Zo, de serundeng is klaar. Ja. We kunnen de serundeng laten afkoelen. Bewaren in bijvoorbeeld tupperware als het afgekoeld is. En dan kunt u serveren bij de maaltijden. Ik wens u wederom eet smakelijk
Selamat makan.